Dit is de vraag die mij voortdurend wordt gesteld. Moeten wij iets met social media? Vooral grote bedrijven zijn op dit moment erg aan het twijfelen of ze iets met social media moeten. Nou ja, ik heb er eigenlijk natuurlijk maar één antwoord op, maar dat mogen jullie straks geven. Moesten wij iets met de telefoon? Wordt nu niet meer in discussie of ter discussie gesteld. Was toen wel, moeten wij een telefoon aanschaffen? En zo ja, moeten al onze mensen een telefoon? Nou, dat, tegenwoordig hebben we dat. Moeten we iets met de telex? Ja, dat apparaat voegde iets toe. Dat ding kon iets wat tot op heden of tot die tijd niet kon. Dus ja, ze moesten iets met de telex. Nou, toen kwam dit apparaat. Wie heeft er nog gefaxt de laatste 2 jaar? Oh ja, joh. Wat dan? Ja, ik al 5 jaar niet meer, denk ik. Ja, nou weet je, dan ga ik gewoon lekker met de hond lopen. Dan denk ik, dat komt wel weer. Ja. Ja, ja, dan zeg ik van, nou, ik heb even storing. Ja, oké. Dit ding kon iets. Als ik dit mijn kinderen uitleg, dan kijken ze me heel glazig aan. Hè? Van, je stopt er een papier in en aan de andere kant komt er een papier uit. Dat vinden ze heel omslachtig, vinden ze heel raar. Daar heb je toch e-mail voor? Nou ja, dat hadden we toen nog niet. Oh. Nou, toen kwam e-mail. Dus inderdaad de vraag, moeten wij iets met e-mail? Moeten al onze medewerkers e-mail op hun kantoor krijgen of op hun bureau krijgen? Wie heeft die discussie meegemaakt? En wat was daarop het antwoord in het begin? Daar komt het tussen even water. Wie mocht er e-mailen op de afdeling? Maar, ja, de baas? Nee, bij ons was de baas niet. Die kon de computer niet bedienen. Bij ons was het de secretaresse, ja. Ja. Want bazen hadden het niet zo op computers. Tenminste, in mijn werkervaringstijd. Loondienst. Maar niemand vraagt zich nu af, moeten wij iets met e-mail? Dus ook als je ondernemer bent, het eerste wat je doet is je begint met een website, je zorgt dat je per mail bereikbaar bent en dat de hele wereld dat weet. Dat probeer je in elk geval. Dus die discussie is ook al lang afgelopen. Toen kwam deze discussie, moeten wij iets met internet, moeten we een website, moeten we vindbaar zijn? Google AdWords hoort hier natuurlijk ook bij, hè, betalen om gevonden te worden. Mogen al onze medewerkers op internet? Ik kom nog steeds bij bedrijven waar Facebook, Twitter en dat soort sites geblokt zijn. Dat durven ze nooit in de zaal te zeggen hoor, dus dat hoor ik straks één op één wel. Ja, bij ons is dat zo. Ja, het kan. Ik vind het heel onhandig, maar het kan. Voor mij zijn dit soort discussies dus al lang afgelopen. Het is al lang verleden tijd. Nou, als je nu inderdaad dezelfde vraag stelt, moeten we iets met social media? Komen al die tegenwerpingen weer opnieuw. Moeten onze mensen zomaar in werktijd gaan twitteren? Moet je zomaar gaan Facebooken in werktijd? Ja, voor mij is dit gewoon een manier van communiceren. Of dat nou telefonisch, mail, Facebook, Twitter. Het kanaal maakt voor mij dus niks uit. Ik ben met mensen in contact die er voor mij toe doen. Mensen stellen mij een vraag via die kanalen en ik geef daar een antwoord op. En in dit geval ben ik mijn onderneming. Maar als je als groot bedrijf aanwezig bent op internet en in de Nederlandse maatschappij, dan moet je dus ook voorbereid zijn op het feit dat mensen via Facebook een vraag aan jou gaan stellen. Ja, is dat eng of raar? Of voor mij dus niet. Ik vind het een hele normale manier van communiceren. Je ziet dat er zijn al bedrijven in Nederland die dit heel goed oppikken. Die dit ook heel goed doen. Het beste voorbeeld is de KLM. Ik weet niet of jullie dat ooit van dichtbij hebben gezien. Maar ga eens naar de Facebookpagina van de KLM. Dan zie je hoe ontzettend accuraat ze reageren. Hoe snel ze reageren. En hoe ze met hun klanten bezig zijn. Het bedrijf is de HEMA doet het nu heel goed. In mijn boek staat de HEMA als voorbeeld hoe het niet moet. Maar inmiddels doen ze het heel goed. Dus de Facebookpagina van de HEMA ziet er leuk uit. Je kunt er allemaal leuke dingen doen. Maar je kunt er ook vragen stellen. En ja, je krijgt ook een antwoord. Weet je iets van wat daarachter zit? Of gaan alleen 100 mensen zitten die... Nou, geen 100. Nee, maar weet je iets van de structuur die ze gebruiken? Ze zijn in elk geval 24 uur per dag online. Ik weet niet hoeveel mensen er zitten. Ik gok dat ze een hoeveel? 26. Een webcare team van 26 mensen. En ik verwacht ook dat ze in andere tijdzones werken, gedeeltelijk, ja. Dus nou ja, kijk, Gerton weet dat. Gerton. Nee, is goed. Ik had gegokt 12 tot 14, maar het zijn er dus meer. En omdat ze nu 24 uur per dag online zijn, moet je dus ook wel in andere tijdzones mensen hebben zitten die ook de Nederlandse taal beheersen en ook Engels beheersen. Ik gok dat van de vragen die gesteld worden, is 3/4 in het Engels. Dus gewoon van internationale passagiers, klanten. Koffers kwijt, van alles, toestanden. En dat doen ze heel, heel adequaat, dat doen ze heel goed. Maar ja, er zitten dus mensen op. Maar dat zijn, als bedrijven zeggen, ja, maar dat kost dan toch heel veel tijd.
Zeg, ja, maar anders zouden die mensen jou toch gaan bellen? Als de koffer kwijt is, gaan ze naar Bali, dan is er ook een medewerker mee bezig. Of als er vertraging is, gaan ze bellen naar de helpdesk, wanneer komt mijn vlucht? Dus je bent hoe dan ook tijd en geld kwijt aan het tevreden houden van die klant. Nou ja, dat kun je dus ook via Facebook doen. Het voordeel van het communiceren via Facebook en Twitter is, als jij een klant een antwoord geeft, dat iedereen die meeleest op die pagina datzelfde antwoord kan lezen. Dus je hebt heel grote kansen dat als je zegt van die en die vlucht is vertraagd en wel hierom, dat die andere 300 passagiers die diezelfde vraag hadden denken, oh, hier staat de reden, ik hoef niet meer te bellen of naar de balie te gaan, want ik weet al wat er gebeurt. En mensen gebruiken het nu natuurlijk ook om klachten. Ja, ja, ook. Moet je ook op voorbereid zijn. Gooi er even wat geluid in. Geen boxen. Ging snel, hè? Vraag over het filmpje? Hij staat op YouTube, Social Media Revolution 2011, voor de mensen die hem nog een keer willen zien. Ik vind de getallen hierin, dat wij dus meer geld gaan besteden aan virtuele goederen dan aan popcorn. Ik weet niet of jullie die zo gezien hebben. Ja. Maar virtuele goederen, wat zijn dat? Ja, muziek vind ik nog redelijk tastbaar. Ik vind het nog virtueler. Een bankstelletje voor je habbo-kamer. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat je... Virtuele goederen. Echt goederen waar je eigenlijk gewoon niks aan hebt. Kinderen die gamen, die betalen geld om bijvoorbeeld een beter harnas te kunnen hebben in zo'n game. Of een speciaal pakje, of een speciaal stoeltje. Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar je betaalt dus geld om iets te krijgen. Maar ja... Je hebt er verder niks aan, behalve dan in dat spel. Je hebt lol, ja, je bent bezig met die game en in die game met je netwerk. En mijn kinderen, mijn oudste is 14, mijn kinderen vinden dat is volledig normaal. Dat je gewoon geld uitgeeft aan zo'n spel en dat je daar dus iets voor terugkrijgt en dat je daar dus ook heel veel lol mee hebt. Die gaan niet meer ganzen borden, sorry, maar ze doen het niet. Behalve als ik ze echt dwing, maar liever niet. Ganzenborden virtueel? Ja, oké. Dat doen ze dan weer niet. Ze hebben toch een voorliefde voor al die vechten en dat soort spelletjes.
Maar ik vind het wel opvallend dat we daar inderdaad heel veel geld aan gaan uitgeven. Nou, voor de mensen die mijn boek gelezen, wie heeft mijn boek gelezen? Dit is herhaling. Dus ik kan jullie gaan overhoren. Bijna. Deze definitie staat in mijn boek. Je maakt contact met mensen. En dat contact maak je eerst, maar dat houd je ook en dat verstevig je. Als je elke dag online bezig bent, dan heb je een heel groot netwerk waar je toch een hele warme band mee op kunt bouwen. En het is echt niet zo dat ik met iedereen de hele dag koffie wil gaan drinken. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. En omgekeerd willen mensen dat ook helemaal niet met mij. Maar als wij elkaar een vraag stellen, een hulpvraag stellen, dan zijn er mensen bereid om je te helpen. En omgekeerd, als iemand mij een vraag stelt, dan ben ik bereid om jou te helpen. En daarmee verstevig je dat contact. Elke dag weer. En met wie je dat doet, dus wie hoort er in jouw netwerk, dat bepaal je helemaal zelf. Je bepaalt zelf in wie steek ik aandacht. Wie ga ik volgen op Twitter? Met wie ga ik linken op LinkedIn? Wie voeg ik toe aan mijn Facebook vriendenkring? Dat bepaal je zelf. Dus het is niet zo dat... Laatst had ik iemand die zei van... Ja, dat hele Twitter, dat is toch één grote community? Ik zeg, er staan 100 miljoen mensen op. Dat is niet één community. Dat zijn allemaal subklikjes. Ik heb een klikje voor dit en een klikje voor dat. En ik hoef mensen op de Filipijnen niet te volgen, want ik kan niet lezen wat ze schrijven, bij wijze van spreken. Dus iedereen bepaalt zelf... Waar zit je netwerk? Waar haal je toegevoegde waarde? Waar heb je lol? Waar word je geïnspireerd? En daar zoek je de mensen bij. En ja, dat kost in het begin heel veel tijd. Nou, die categorieën, iedereen denkt bij social media eigenlijk, als je volwassen bent, denk je eigenlijk alleen aan die bovenste categorie, het netwerken, het social networking. Ja, dat is een hele belangrijke categorie, zeker voor ondernemers. Maar als je die andere categorieën bekijkt, dan is er dus veel meer social media dan alleen maar netwerken. Je kunt ook video's, filmpjes delen, je kunt presentaties delen. Mijn presentatie is gemaakt in Prezi en die is na afloop van deze sessie ook gewoon openbaar beschikbaar. Dat kan iedereen bekijken, je kunt hem hergebruiken, wat je wilt. Dus je kunt op allerlei manieren informatie met elkaar delen en op allerlei manieren contact maken. En om op jouw vraag terug te komen, hoe zorg je dat je de juiste koppeling hebt en dat je de goede tools gebruikt? Dat weet je niet altijd van tevoren. Je kunt het een beetje inschatten. Je zegt, ik wil met een hoogopgeleide zakelijke groep in contact, dan ga je naar LinkedIn. En als je zegt, van, nou, ik ben één pitter, ik zit op mijn zolderkamertje en ik heb ook gewoon eens iemand nodig die mij een setje geeft of die me even helpt. Ja, dan ga je bijvoorbeeld twitteren om virtuele collega's te hebben. Via Facebook kun je dus de hele dag contact houden met je klanten en met je fans. Maar als je begenadigd fotograaf bent, dan zit je op allerlei fotografiewebsites en dan publiceer je daar je werk. En dat is soms ook gewoon uitzoekwerk. Maar het is gewoon werk om uit te zoeken waar zit mijn doelgroep en waar ga ik mijn tijd in stoppen. Ik denk maar dat er wel verschil is tussen mensen die een product aanbieden, dus iets verkopen, en mensen die meer hulpgerelateerde dienstverlening aanbieden. Niet eens zozeer, nee. Nee, ik vind eigenlijk als jij bewust besluit ik wil tijd stoppen in social media, dan moet je het leuk vinden om contact te maken met mensen. Je moet mensen aandacht willen geven. En of ze nou een waterkraan van je kopen of een coachgesprek, dat maakt dus helemaal niks uit. Ze moeten het idee hebben dat jij op dat moment de juiste leverancier voor ze bent. En dat is ook een beetje de klassieke valkuil. Veel marketeers zeggen, wij hebben het beste product en je moet bij ons kopen. Ja, zo werkt het dus niet bij social media. Als ik een vraag heb over een bepaald product, gooi ik die vraag op Twitter. En dan worden er adviezen gegeven en tips. En dan komen er inderdaad ook commerciële bedrijven op af. Hey, we zien dat je dit en dit zoekt, kunnen wij je misschien helpen? Nou ja, als jij aanbevolen wordt en je hebt een goed product, zou het kunnen. Dus voor mij is dat een samenspel van producten, diensten. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Je moet mensen leuk vinden. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Kort, er is dus te veel. Je kunt de hele dag online zijn en dan nog kun je niet alles doen. Je moet wel degelijk gaan kiezen. En als je inderdaad niet weet waar je gaat beginnen, dan begin je bij je doelgroep. Met wie wil ik in contact treden? Hoe ziet mijn ideale klant eruit? Hoe oud is die? Is die mannelijk, vrouwelijk? Wat doet hij in zijn vrije tijd? Waar zou die op internet zijn of haar tijd doorbrengen? Dat is een proces waar je even doorheen moet. En dan kom je zelf bij je eigen doel. Wat wil ik dan bereiken? Heel veel ondernemers blijven in mijn optiek veel te vaag steken. Ik geef ook workshops, hè, gewoon mensen achter de laptop. Ik zeg, nou, wat wil je dan bereiken? Ja, ik wil meer naamsbekendheid. En dan? Dan ben je heel bekend, maar ze kopen niks van je. Oh ja, nee, ik wil ook eigenlijk dat ze... Nou, ga dan verder. En dan zul je zien dat je, als je eenmaal je ideale klant hebt gedefinieerd, dat je ook heel duidelijk weet waar je tijd in moet stoppen en hoe je wilt dat die klant geïnformeerd wordt. Maar hier begint het mee. Dus dan mogen jullie thuis eens huiswerk gaan doen. Begin met je eigen doel.
Nog heel even iets over Nederland. Wij zijn op dit moment gidsland op social media gebied. Yeah. Dat vind ik leuk. Want wij hebben wereldwijd... Ja, ik vind dat leuk. Er zit weer iemand achterin. Ik vind dat leuk. Wereldwijd de hoogste penetratiegraad op LinkedIn en op Twitter. Dus percentueel gezien twitteren wij het meest en LinkedIn'en wij het meest. Ja, en ik vind dat leuk. Ik kan er niks aan doen. Hier is dat grafiekje. Wat opvalt als je naar LinkedIn en Twitter kijkt. LinkedIn, linker kolom. Bijna allemaal landen waar de Engelse taal goed beheerst wordt. LinkedIn is een beetje een snobistische website. Die weigeren om knoppen in andere talen beschikbaar te stellen. Ja, 6, 7 basistalen. Facebook daarentegen. Kun je in elke taal gebruiken die je wilt. Twitter, dat rechter kolommetje, is taalonafhankelijk. Dus iedereen kan een tweet plaatsen in zijn of haar taal. Je hoeft niet een heel moeilijk profiel in te vullen. Je kunt alles in je eigen taal doen. Dan zie je dus ook het verschil tussen die linker en rechter kolom. Dat, als je mij had gevraagd hoe ziet die top 10 van Twitterlanden eruit. Ik had Venezuela niet bedacht, ik had de Filipijnen niet bedacht. Maar het is wel zo. Dat betekent dat er wereldwijd, zeker als je naar Twitter kijkt, dat het niet meer de rijke westerse landen zijn die het voor het zeggen hebben. Nou ja, in Nederland staat dan bovenaan. Dat dan weer wel. Dus wij vertegenwoordigen nog de oude economie, denk ik. Maar wat ik er interessant vind, is dat een uiting van cultuur of zo. Dat je moet mensen leuk vinden. LinkedIn is een professioneel werk bij Twitter. Je moet mensen leuk vinden. Dat Facebook is hier dan niet. Facebook staat hier nog niet op, nee. Prijsmatig is dat nu in de Verenigde Staten wel weer. Ja. Hoe zie je dat dan als uiting van cultuur? Een van de redenen dat wij zo hoog staan is sowieso dat wij een hooggeletterde bevolking hebben. Iedereen kan lezen en schrijven. Daar gaan we maar vanuit. We hebben bijna allemaal de beschikking over internet. Dus je kunt overal wel internet of mensen hebben thuis internet. De meeste jongeren hebben gewoon internet op hun mobiel. Dus het mobiele verkeer is enorm aan het stijgen. En qua cultuur heb ik het idee, en Nederlanders hebben overal een mening over, vinden overal wat van. Wij zijn niet zo gevoelig voor hiërarchie. Dus als jij iets twittert over dat je het op je werk ergens niet mee eens bent, dan hoef je niet zo heel bang te zijn dat je meteen ontslagen wordt. Nou, in andere landen is dat misschien wat gevoeliger. Dus je ziet inderdaad dat onze cultuur helpt ons wel om contact te maken en contact te houden. Ja, en ja, we leven ook niet in een dictatuur, dus we kunnen ook overal wat van vinden. Ik denk dat al die andere landen die zo hoog staan, die hebben relatief een heel jonge bevolking. Dus ik denk dat daar heel veel jongeren aan twitteren zijn. En niet zozeer zakelijk aan twitteren, maar gewoon als contactmiddel. Ja, we gaan verder. Nou, persoonlijke informatie van mensen. Ga naar Facebook, zoek dan de persoonsprofielen op. Of ga naar lokale netwerken. En het lokale netwerk in Nederland was altijd Hives. Maar dat is redelijk aan het zakken. Toch staan er nog steeds bepaalde doelgroepen wel op. Dus als je iets wilt weten van je buurjongetje van 13, begin dan op Hives. Want de kans is vrij groot dat die daar staat. En Facebook vraagt heel veel van je. Hè? Ik weet niet, wie van jullie heeft een Facebook profiel persoonlijk? Hebben jullie alles ingevuld? Nee? Waarom niet? Leuk. Ja, dan weet ik welke film je leuk vindt, waar je naartoe gaat, wie je vrienden zijn. Nee, Facebook vraagt echt heel veel, daarom zet ik het erin. En Facebook is altijd het stoutste jongetje van de klas. Ze gaan altijd net over de grens van de privacy heen. Dat blijven ze denk ik ook doen. Dus wat je daar invult, wees daar gewoon bewust van. Stel dat het morgen in de krant zou staan, vind ik dat erg? En het antwoord is nee, zet het dan gewoon gerust op Facebook. Als je zegt, nou ik vind het wel erg, dan zet je het niet op Facebook. Moet je gewoon niet publiceren. Ook niet op Twitter trouwens, want dat is net zo openbaar. Ja, doen ze ook al jaren. Ja, vrij ernstig inderdaad, ja. Ja, er is een hele documentaire met die like-button. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, kijk dat inderdaad. Ja. Op de een of andere manier, ik plaats weinig privéinformatie op Facebook, dat weet ik. En af en toe publiceer ik wel eens een foto enzovoort. Ik vind Facebook een heel handige tool, dus ik gebruik het. Maar aan de andere kant weet ik dit ook gewoon. Ja. En nou ja, goed. Ja, Google sowieso. Ja. Google is nog een stap verder, klopt. Zakelijk gezien wil je profileren. Ik vind dat iedereen, en daar mogen jullie me op aanvallen, maar ik vind dat iedereen die in Nederland werkt en zichzelf als professional beschouwt, staat op LinkedIn met een goed ingevuld profiel, met de goede informatie en met een toegankelijk profiel. Dus waarom is de
Kan ook, maar dat hangt dus van je doel af. Dat je dat wel moet doen. Als het aan mij ligt, wel. Dat het in de toekomst ten opzichte van zoekresultaten ook erg veel effect heeft. Als het aan mij ligt, zeker. Maar de studenten zijn, dat is inderdaad de generatie die er nu aan gaat komen. Die zich wel aanmelden, maar die absoluut nog niet doorhebben hoe omvangrijk LinkedIn is. En die daar ook nog gewoon wat minder prioriteit aan hechten. Sorry? Ja, ja, dat doe ik ook wel. Ja, dat doe ik ook wel. Maar dat zijn meestal de afstudeerders waar ik dan zit. Of de PhD-studenten. Die de... Ja. 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 Ja, ik vind het, ik kan het alleen maar toejuichen. Ik vind het ook nodig. Zakelijk, aangevuld met je eigen website en eventueel aangevuld met een zakelijke Facebookpagina. Dat is niet je persoonsprofiel. Een persoonsprofiel kun je vriendjes mee worden. Een Facebookpagina kun je leuk vinden. Vind ik leuk of like. En dan word je fan. Ik heb nog 2 minuten. Ik zeg het even hardop, dan weten jullie dat. Twitter is voor mij de ultieme mix tussen persoonlijk en zakelijk. Ik volg ook bijna uitsluitend Twitter-profielen die op eigen naam staan. Dus ik weet wie erachter zit. Ik weet met wie ik contact maak. En voor mij mag je dus zakelijke informatie delen. Een tip over dit of een tip over dat. Of heb je dit gelezen? Maar je mag het graag ook aanvullen met persoonlijke informatie. Dat vind ik veel interessanter. Dan word je als mens voor mij veel belangrijker. En ook bij Twitter zijn weer allerlei tools om te kunnen filteren en te sorteren. Dus ik volg ruim 1000 mensen. Die kan ik natuurlijk ook niet helemaal bijhouden. Maar ik kan er wel filters overheen gooien. Dus de belangrijke dingen voor mij belangrijk, die komen wel bij mij binnen. Dus daar kun je ook hele leuke dingen mee doen. Je kunt op trefwoord sorteren bijvoorbeeld. En daar kun je tools voor gebruiken. Ja, dat is Twitter breed. En ik kan ook binnen de groep die ik volg, kan ik ook bepaalde mensen in een bepaald groepje gooien. Ja. Dat doe ik nog steeds. Ik gooi mensen in hokjes. Maar dan digitaal. YouTube, heel belangrijk kanaal. In de zin van, ik vind ook als je ondernemer bent, zorg dat je op YouTube vindbaar bent. Dat er een interview met je staat of dat je jezelf even voorstelt. Of dat je je product voorstelt. Het maakt me niet zo uit wat het is. Als het maar herkenbaar is. Het liefst ook dat je zelf aan het woord komt. En dat is met name voor de ondernemers onder ons. Ik ga hier even snel doen, want ik had nog trends. Mag ik doorgaan of moet ik stoppen? Want mijn tijd zit er bijna op. Kijk even naar de... Nog even snel. Location-based networking staat ergens op bladzijde 74. Lees dat gerust na. Voor de mensen die mijn boek nog niet hebben. Individuele doelen. Je staat als professional bekend. Je kunt contact maken met je eigen netwerk, maar ook met mensen die er voor jou toe doen, die jouw product kunnen inkopen. Dus de decision makers. Bedrijfsdoelen zijn diverser en breder. Betekent ook dat je als bedrijf toch wel eerst moet gaan nadenken, waar gaan we onze tijd en energie insteken? Willen we arbeidsmarktcommunicatie gaan doen? Dat betekent het ook dat als je stelt dat jij op Twitter een vacature zet, dat je back-office in orde moet zijn. Want je kunt niet iemand die via Twitter solliciteert, nou ja, solliciteren is het ook bijna niet meer, maar die kun je niet 2 weken later zeggen, we hebben uw berichten ontvangen. Nee, dan moet je meteen bovenop zitten. Dus als je dat gaat doen, moet je ook binnen je bedrijf behoorlijk wat wijzigingen door gaan voeren. Maar dat kan dan ook. Deze prezi is trouwens na afloop ook gewoon beschikbaar hoor. Ik zal de link naar de scriptum tweeten. Dat is handiger. Trends. De eigenaar van Seeds to Meet is Ronald van den Hof, een van de 2 eigenaren. Die heeft een boek geschreven, Society 3.0. Voor de mensen die willen weten welke invloed heeft social media op de maatschappij, dus maatschappij breed, koop dat boek of download het boek gratis. Het is gratis via internet te downloaden. Je moet wel betalen met een tweet, geloof ik. Pay with a tweet. Dus als je niet twittert, heb je pech, dan moet je het boek kopen. Goede reden om te gaan twitteren. Want het is een nuttig boek. Het is dik, het geeft veel voorbeelden van wat er allemaal gaande is zonder dat wij dat al doorhebben. Dus dit heb ik als tip. En hij beschrijft ook waarom bedrijven of heel klein gaan worden. Dus de eenpitter die zich bindt aan andere eenpitters en op die manier grote projecten aanpakt. Of bedrijven worden heel groot. En het klassieke MKB kon het nog wel eens heel moeilijk gaan krijgen. Nou, hij legt goed uit waarom dat zo is. Hyperconnected. Dus dat wil zeggen, we zijn de hele dag online en we hebben de hele dag ons netwerk bij ons. Mijn kinderen vinden dit volledig normaal. Hè? Die groeien hiermee op. Ik ben zelf 45. Mijn generatie vindt dit niet normaal. Die denken ook dat je hier hartstikke overspannen van wordt. En niets is minder waar. Want ik ga dus expres bijvoorbeeld met de trein hier naartoe. Want dan kan ik gewoon even lekker een uurtje twitteren. Vind ik fijn. Kom ik mijn tijd prima door. Maar
In dat uurtje heb ik dus weer contact gemaakt met de mensen in mijn netwerk. Heb ik weer even gezellig gekletst. Heb ik weer tips uitgewisseld. Heb ik van alles gedaan. Ik vind dat leuk. Ik vind het ook helemaal niet erg. En waar we misschien naartoe gaan is dat we hyperconnected gaan zijn met one social profile. Dus één profiel waarmee je het net op gaat. En waaraan je naar believen profielen kunt gaan hangen. Dus LinkedIn als je zakelijk bezig bent. Twitter als je wilt kletsen. Facebook als je denkt ik wil wat fotootjes delen. Dus ik hoop dat we daar naartoe gaan. Ik weet het niet, maar ik hoop het. Wat ik ook ontzettend hoop is dat we toegaan naar een transparant en persoonlijk internetgebruik. Het grootste voordeel van die social networking sites is dat je niet meer kunt verschuilen achter nicknames, achter schuilnamen. Je moet met je eigen naam, en bij Twitter zie je nog wel een beetje de mix, maar als je gaat LinkedIn of Facebooken, dan ga je niet meer als Pietje Puk 1, 2, 3, want dan gaat niemand met jou connecten. Sorry? Ik vind het een ontzettend voordeel, omdat mensen zich dan gedragen. Ik ben een moraalridder. Ze gaan niet schelden, ze zijn niet cynisch, ze lopen niet te roddelen, ze kraken niemand af. Het is geen stijl manier van... Ja? Gewoon de klassieke nickname toestanden van... dat ze echt, ook op YouTube, zie je soms echt dat je, reacties dat je denkt van, nou ben jij niet opgevoed of zo? Dat is ook een heel andere kant. Ik heb ook in de culturele hoek heel veel mensen die gewoon niet nodig vinden om herkenbaar te zijn. Daar de rest van tijd ook heel leuk aan. Prima, maar... Ik heb het heel graag dat mensen gewoon als zichzelf aanwezig zijn... Ten eerste kan ik dan contact met je maken. En dat is, als je iets goed doet, is dat heel fijn voor je. En voor de andere partij ook. En ten tweede, het is een iets betere, ja, dat klinkt een beetje utopisch hoor, iets betere gemeenschap. Mensen zijn op Twitter bijvoorbeeld heel hulpvaardig en willen elkaar graag helpen. Ja, dat komt mede doordat je gewoon weet met wie je contact hebt. Ik ga afronden. Laatste trend, augmented reality. Wat is dat? Ik gooi er nog even een kreet in. Een laagje over de werkelijkheid. Heel kort filmpje, 1,5 minuut en dan ben ik klaar. Ja. Die meneer heeft gestapt. En die gaat nu zijn profiel aanpassen. Van stapprofiel naar meer zakelijk. Dit is dus het laagje over de werkelijkheid. Je ziet die persoon, maar er komt wat bij. En ik zal hem even doorklikken, want hij is vrij kort. Ik zou dit heel fijn vinden. Ik zou het heel fijn vinden als ik met iemand in gesprek ben en ik zeg, oh, ik zoek even je profielen erbij. En of dat dan met gezichtsherkenning gaat, zoals in dit filmpje, of met smartphoneherkenning, waarvan ik gok dat de tweede meer kans verslagen heeft namelijk. Ik zou dat heel prettig vinden. Dus de vraag is, are you ready?